We geven graag het woord aan mensen die er wel verstand van hebben. En daarvan hebben we er vanavond twee. Voordat we die kant op gaan, ook nog eventjes een beetje vooruit kijken. Oeh, iemand heeft zijn camera. Heeft zijn achtergrond. Ja, beter zo. Dank u. We zijn ook nog bezig met een editie in december. Ja, december is heel druk. En december is altijd veel gedoe. Maar we denken wel wat moois te hebben. Want vorige week... Het voelt als een eeuw geleden, maar vorige week waren de Grand Prix Content Marketing. En we zijn aan het kijken of een aantal prijswinnaars van deze editie een verhaal kunnen laten vertellen op die avond. En dat zal dan op 10 december zijn. Normaal gesproken mikken we op de derde dinsdag van december. Maar ja, dan zitten we wel echt richting kerst, kerstborrels, kerstvuiven, kerst... Nou, veel zeg maar in. Dus dan mikken we even een weekje eerder. Dus dat is uit mijn hoofd al over 3 weken. Genoeg over dan. Hou je mailbox in de gaten, want als het goed is, droppen daar de mails binnen over wat er dan te doen staat. Wat gaan we vanavond doen? We gaan het hebben over de zakelijke wereld, over content. Nou, vul het zelf allemaal maar in. We hebben het genoemd, hoe haal je het maximale uit zakelijke videocontent? Nou, we hebben het volgens mij, was het de vorige editie over B2B, ook zakelijk. We hebben video al wel eens vaker gehad, maar deze combinatie nog niet. En we hebben twee sprekers bereid gevonden om daar iets over te vertellen. Mandy Willemsen, die gaat dadelijk na de pauze haar verhaal doen. En we beginnen met Cas van Rijssel. Ik heb even zijn profiel opgezocht wat zijn functietitel officieel is, dus dan ga ik die ook even voorlezen ook. Hij is Campaign Manager Creative Operations sinds begin oktober, dus dat is nog kerstvers. Hij zit al wel even een tijdje iets langer bij Team Lewis. Eigenlijk geef ik jou een vraag en dat is dan het stokje, Cas, dan mag jij gewoon overnemen. Wat doet een Campaign Manager Creative Operations bij Team Lewis? Dankjewel, Bram. Nou, goede vraag eigenlijk. Dat is eigenlijk heel breed. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alle lopende videoprojecten die we binnen onze organisatie oppakken. Dat gaat beginnen met een stukje advies. En dat gaat tot en met een stukje executie uiteindelijk. Om ook tot een gedegen eindproduct te komen. Helder. Oké. Okay. Nou, neem ons mee in jouw wereld en in jouw kennis alsjeblieft. Yes, ik ga mijn scherm even delen. En dat gaat als goed in één keer goed. Zullen we Teams niet de show toe te geven? Helemaal goed. Even kijken. Ja, nou, dankjewel. Welkom allemaal. We duiken vanavond wat meer in de zakelijke videocontent. En daar heb ik ook het een en ander op voorbereid. En hoe gaat dat eruit zien? Ik heb even een korte introductie over mezelf. Ook een korte introductie over Team Lewis. En dan duiken we verder in op waarom video nou interessant is. En dan wil ik ook vooral een hoop praktische tips met jullie delen. Want dat is ook waarom jullie hier uiteindelijk naartoe zijn gekomen. En afsluitend zou ik eigenlijk een korte Q&A willen houden om ook te horen waar jullie tegenaan lopen. En om ook te kijken misschien om jullie al een beetje op weg te helpen. Maar goed, wie ben ik? Nou, Bram had mij net al kort even geïntroduceerd. Mijn naam is Cas van Rijssel en ik ben momenteel werkzaam bij Team Lewis. Ik heb een achtergrond in marketing en communicatie. Ik heb eerst mijn HBO op de Fontys gedaan in Eindhoven. En daarna heb ik nog een master gevolgd om mij daar dieper in te verdiepen. Eén ding is wel altijd al heel duidelijk geweest. Ik heb altijd een liefde en een passie gehad voor alles wat visueel is. Dat begon met fotografie en dat is uiteindelijk geëscaleerd naar video. En zodoende ben ik ooit begonnen met freelancen. En dit is steeds verder uitgebreid naar een in-house positie. Mijn overige hobby's zijn dan ook skiën, inclusief GoPro. Want dat hoort er natuurlijk bij. Maar ook een stukje fotografie en gewoon lekker van het leven genieten. Ik hoor mezelf terug ergens. Ik weet niet. Kan iemand even in de mute? Dankjewel. Even kijken. Maar wat is Team Lewis? Team Lewis is eigenlijk een marketing en PR agency. Met wereldwijd 26 kantoren momenteel. En ik ben hier naartoe gekomen om een team op te zetten voor onze in-house videoproducties. Nou, momenteel is mijn functie een campaign manager daarin. Creative operations. En eigenlijk houdt het in dat ik een stukje vanuit het creatieve proces en video combineer, zodat we daar onze klanten mee kunnen helpen. Dat komt neer op de executie van projecten, maar ook zeer zeker het zijn van een sparpartner. Want vaak weten heel veel mensen niet waarmee ze moeten beginnen, of hoe we nou het beste iets aan kunnen pakken. En dan is iemand te woord staan wel zo belangrijk. Een andere tak wat ik ook heel interessant vind, is het optimaliseren van processen.
Want je kan je voorstellen om als je in in-house een positie, een team op gaat zetten, op videoproductie komt er veel bij kijken. En dat is, komt ook zeker heel veel procesmatig dingen erbij die je goed moet afstemmen om tot een lopende geoliede machine te komen. Even kijken. Nou, hier heb je nog een kleine opsomming van wat we allemaal doen. We zijn van origine een PR-organisatie. Dat heeft zich in de loop van de jaren behoorlijk uitgebreid naar een tak digital en ook een tak creatie. Dat doen we eigenlijk met meerdere markten. Maar goed, jullie zijn daar niet hier voor gekomen. Jullie zijn gekomen natuurlijk omdat we het gaan hebben over video. En ik had dan ook gezegd, ja, wat mij betreft is het altijd meer dan een filmpje. En veelal wordt er geredeneerd vanuit één video, maar dat is eigenlijk doodzonde. En dat is eigenlijk ook een beetje de insteek geweest vanuit mij. En daar ga ik graag dieper op in. Nou, we weten allemaal, denk ik, inmiddels wel dat video blijft. Het is een uniek format waarbij zowel video als audio gecombineerd worden. En hierdoor is het als een van de weinige middelen in staat om emotie over te brengen, maar ook op een persoonlijke manier. En dit is natuurlijk een van de sterkste dingen hieraan. Uit een recent onderzoek is recent ook gekomen dat 90% inmiddels video prefereert boven alle andere contentvormen. Dus dit zijn vooral vergeleken met de statische vormen. En is 52% meer geneigd om dit te delen. En dit is natuurlijk best wel een grote impact op als je dat als organisatie in wil zetten. Want dat zegt veel over het type content als format. Daarnaast hebben we ook een hele grote groei gezien onder mobiele gebruikers. Nou goed, alle platformen zoals Instagram, LinkedIn, maar ook TikTok. Die zijn steeds bezig om te kijken hoe kunnen we nou mensen meer en meer op hun mobiel laten kijken. Maar ook vasthouden met het consumeren van content. En daar speelt video ook een hele grote rol in vandaag de dag. Nou, los van video als zichzelf hebben we ook natuurlijk een aantal platformspecifieke voorkeuren. Zo heeft LinkedIn laatst hun algoritme geüpdate. En dat is eigenlijk wel een interessante ontwikkeling, vind ik. Want zij prefereren tegenwoordig video boven andere posts. En dit resulteert zich in 25% meer bereik, claimen ze. Maar dat is natuurlijk wel een mooi gegeven waar je gebruik van kan maken als je video in wil gaan zetten als organisatie. Als je gaat kijken naar een ander platform, zoals Instagram Stories, dit is vooral een platform wat bekend staat om de engagement die je daarin kan hebben. En zo heeft iedere platform zijn eigen kenmerken, want TikTok staat vooral bekend voor het overbrengen van entertainment en cultuur. En dat zijn gewoon platformspecifieke eigenschappen die je niet moet onderschatten, maar wel zeker ook je gebruik van het maken. Nou, dan nog even hoog over. Wat voor soorten videocontent zijn er? Nou, dit kan op heel veel manieren geïnterpreteerd worden. Maar ik vind het zelf altijd fijn om te werken met het 3H-model. Dat is het Hero, Hub en het Help-model. Het is eigenlijk een piramidevorm waarin bovenaan de keten je hero-content staat. Dit is je pracht en praal. En dit is vaak ook creatieve content waarbij waar de mensen je merk van herkennen. Dit is vaak ook wel de duurdere content en de content die je misschien enkele keren per jaar produceert. Die ook op een wat langere termijn moeten meegaan. Maar dat is wel het tipje van de ijsberg waar je eigenlijk om herkend wil worden. Nou, als tweede laag ertussenin zit eigenlijk de hub videocontent. Dit is de meer consumeerbare content. En dit is vooral voor de gebruikers die de intentie hebben om zelf terug te keren naar je merk. Dit maak je al wat meer dan je hero content. En dit zal ook bijvoorbeeld zich kunnen uiten in vormen zoals een terugkerende serie op YouTube. Maar dat is een goede middelmaat waar je op in kan zetten. En onderaan heb je nog de laag voor de help content. En dit is eigenlijk hele laagdrempelige content die ook gewoon het zoekgedrag moet uitlokken. Dus denk aan korte tutorials of denk aan type content die heel laagdrempelig is om te consumeren. En het zijn maar drie lagen, maar juist de simpliciteit van dit model als houvast is wel, vind ik, een goede basis om je videostrategie daarop in te steken. En binnen Team Lewis spelen we dan ook vooral in op de hub en help content, omdat wij vooral hier veel samenwerken met de digital afdelingen en de creatiekant, omdat wij ook wel geloven in een cross-platform aanpak, zodat je daar het maximale uit kan halen. En wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat je eigenlijk meer redeneert vanuit een contentpakketje, dus niet weer van die ene video, maar meer dat je video als basis hebt, inclusief een hoop sub-assets of extra content vormen die je eruit kan halen. En dit doen we eigenlijk vooral voor alle online doeleinden.
Nou, dat is eigenlijk even hoog over hoe ik naar de videocontent kijk. Voor de insteek van vanavond had ik een aantal tips opgesteld, waarvan ik geloof dat we daar allemaal profijt van hebben. En dit is meer op een hoog over manier. En de allereerste daarvan, die vind ik echt heel belangrijk, en dat is ook wat ik eigenlijk iedereen probeer mee te geven. Redeneer echt vanuit het platform. Denk na waar je content gaat leven. Breng het in kaart. En houd hier ook rekening mee. Ieder platform heeft, zoals genoemd, zijn eigen kenmerken. Dat begint al in de basis bij of dat iets paid versus organisch wordt weggezet. Maar ook of dat dit op een mobiel of op een desktop of op een laptop wordt geconsumeerd. En zeker bij paid campagnes kan je hier nog heel specifiek targeting aan aanbrengen. En dat heeft invloed op hoe je content uiteindelijk moet produceren. Rechts heb ik een overzicht van gemaakt van de verschillende formats die momenteel ondersteund worden door de grote platformen. Je hebt de meest voorkomende, dat is 16:9. Dat is eigenlijk de native video horizontaal scherm waar we het allemaal van kennen. En precies tegenovergestelde van is rechtsboven de 9:16 variant. En dat is eigenlijk vanuit de storage gekomen voor op mobiele gebruikers. En alles ertussenin heb je eigenlijk twee veel voorkomende. Dat is 4:5 en 4:1. En dit zijn eigenlijk twee goede formats die voor op een tijdlijn de meest schermvullende weergave zorgen. En uiteindelijk draagt het allemaal bij aan een goede ervaring op de tijdlijn, wanneer mensen doorheen scrollen. Want die wil dan dat dat gewoon goed inblendt. Andere specificaties die je daarbij dus in gedachten kan houden zijn van, goh, maak ik een video voor op de tijdlijn of voor de story. Of voor beide, want dat is dus, komen we dadelijk ook op terug. Er zijn er heel veel dingen mogelijk in en heel veel slimmigheidjes voor om daar verder op in te gaan. Maar kijk ook zeker naar de best practices van de verschillende platformen. Zowel is TikTok staat vooral bekend voor trends waar mensen op inhaken en om cultuur over te brengen. En zal LinkedIn veel meer voor het zakelijke publiek zijn waar je webinars terug kan vinden of geanimeerde infographics en ook testimonials. YouTube is eigenlijk wel een heel mooi platform. Eigenlijk kan er alles op. Het is niet alleen een hele grote zoekmachine, maar het is ook een platform waar je uiteindelijk je videocontent op kan hosten. Als je bijvoorbeeld dingen wil embedden voor op een landingspagina of iets dergelijks. Dus daar kan eigenlijk alles op terecht. En Instagram werkt vooral goed met user-generated content, Q&A's en live sessies in de stories. Om toch ook weer die engagement te boosten en ook daarin mee te nemen. Dus het platform is daarin gewoon heel erg belangrijk dat je dat in je achterhoofd houdt. Van waar gaat mijn content uiteindelijk leven? Dan de tweede belangrijke tip die iedereen wil meegeven is, probeer meer topic first te denken in plaats van format first. En dit komt eigenlijk vanuit het gedachtegoed dat we krijgen heel vaak het vraagstuk, ja, ik wil een video maken. Ja, eigenlijk moet het andersom zijn. Je moet eigenlijk redeneren van, cool, wat wil ik eigenlijk overbrengen? En daar zou video één manier van kunnen zijn. Dus redeneren vanuit de boodschap die je over wilt. Mijn excuses, dat is de verkeerde kant op. Redeneren vanuit de boodschap die je over wil brengen en kijk dan met welke middelen je het beste kan inzetten. En ik heb hier een voorbeeld van een project voor gazellen die we afgelopen zomer gedaan hebben, eigenlijk voorgepakt. Gazellen is niet naar ons toegekomen willen een video hebben, nee, maar gazellen kwam naar ons toe van, goh, we gaan een brandactivatie doen tijdens de Formule 1 in Zandvoort. En hoe kunnen we nog maximale exposure bereiken op zowel PR als online vlak? En daarin hebben we uiteindelijk een combinatie gemaakt om zowel content te creëren voor PR-doeleinden. Dus we hebben een video meteen op dezelfde dag gedistribueerd. We hebben een video perskit gemaakt waarin we gewoon beeldmateriaal ter beschikking hebben gesteld die journalisten kunnen downloaden. Maar we hebben ook voor de eigen kanalen ingespeeld met een CMD-edit om te laten zien van, goh, wat heeft Gazelle gemaakt? Dat is een stukje een proof point die je als organisatie naar buiten brengt. En al met al is dat weer een meer gedachtegoed dat je denkt van, goh, ik wil iets communiceren vanuit een boodschap goed. In plaats van dat het een video is. En dat is uiteindelijk op heel veel manieren, verschillende manieren mogelijk. Even kijken. En dan ga ik door naar de derde tip. Als je dan uiteindelijk helder hebt van, oké, op welke platformen wil ik naar buiten treden en met welke boodschap, is het helder of is het goed om na te denken van, goh, hoe ga ik deze content uiteindelijk zo veel mogelijk kunnen inzetten? Zoals ik al aangaf, het is veel meer dan één video. En één video kan opgeknipt worden in heel veel verschillende snippets, zoals wij het noemen, of kortere versies. Er zijn heel veel verschillende manieren voor nodig. Ik heb als voorbeeld genomen een case video bijvoorbeeld. Stel je maakt een case video van 120 seconden, 2 minuten dus. Dat zal waarschijnlijk opgebouwd zijn uit verschillende onderwerpen. En je zou bijvoorbeeld ieder onderwerp nog los kunnen opsnijden in verschillende snippets. Dat je per
onderwerp een soort van extra content haalt uit je originele video. En dat lijkt misschien als veel extra werk en dat je daar, ja, dat meer budget op neemt. En dat klopt, het is een stukje extra budget wat zoiets gaat kosten. Dat is een extra investering. Alleen uiteindelijk worden al best wel veel kosten gemaakt om die hoofdinvestering te maken. En dat is namelijk de hoofdvideo. Daar gaat vaak al minimaal een draaidag in zitten. Maar daar komt heel veel waardevolle en heel veel kostbare beeldmateriaal uit. En alles wat niet wordt gebruikt, kan ook op heel verschillende manieren gebruikt worden. En wat ik in dit schema eigenlijk probeer duidelijk te maken is van, goh, uit die hoofdvideo kan je dus bijvoorbeeld 3 snippets maken. Voor in je tijdlijn, dat zijn de bovenste 3. Maar je zou ook kunnen kijken dat je daar 3 storyposts van maakt. Zowel video als stills. En die komen uiteindelijk ook weer terecht in artikelen of op een landingspagina. Maar die zou je ook kunnen inzetten voor een employee advocacy programma. Om toch weer op een andere manier je doelgroep van content te voorzien. Terwijl het allemaal rondom hetzelfde thema draait. Dus daar kan je met, ja, je probeert als een soort van puzzel te zien. Die je probeert te leggen aan de hand van je hoofdcontent. En dat is ook niet één juiste manier voor. Dat is ook een kwestie van trial en error. Maar dat is op zich wel leuk om daarover na te denken. En om te kijken van, goh, en mee te experimenteren vooral wat werkt en wat werkt niet. Even kijken. Dan is er ook een veelgestelde vraag van, goh, hoe lang moet de video nou duren? En wat mij betreft is er niet één juiste lengte. Dus ik wil je ook vooral meegeven, pin je niet vast aan een specifieke lengte. Ja, er zijn platform-specifieke guidelines. Maar uiteindelijk draait het vooral om wat werkt bij jouw doelgroep. En wat werkt bij jouw platform wat je gebruikt. En begin daarmee met de boodschap die je opschrijft. Dus kijk hoe je je boodschap zo kort en bondig kan houden. Test daarmee. En kijk hoe dat uiteindelijk ontvangen wordt. Tegenwoordig is de gemiddelde spanningsboog 8 seconden. Dat is volgens mij gemiddeld genomen voor millennials op dit moment uit onderzoek. Maar voor Gen Z zit er ook al een flinke uitschieter. Die haken eigenlijk al af na 2 seconden. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om vanaf het begin af aan meteen in te haken. Je kan dan kijken van, goh, welke platformen adviseren naar welke lengte. Ik heb hier rechts een aantal voorbeelden gegeven. Maar je kan ook gaan kijken van, goh, wat werkt nou per deliverable? En met een deliverable bedoel ik nou met het type video. In het team Lewis adviseren wij meestal voor een testimonial video, wat opgebouwd is met verhaal en aanvullend materiaal, dat je daar ongeveer tussen 1,5 en 2 minuten een goed en degelijke video mee hebt. Ga je meer kijken naar de reels die je maakt voor op Instagram, dan moet het al een stuk korter zijn. Mensen klikken en scrollen daar snel verder, dus het moet gewoon instant snappy zijn. En dan adviseren wij tussen 5 en 15 seconden. Een explainer video, maximaal 1,5 minuut. Dan moet je toch eigenlijk wel alles gezegd hebben wat je wil zeggen. En een in-feed video, die kan variëren. Dat varieert van een normale video tot aan een live video. Maar probeer op deze binnen 10 seconden, de eerste 10 seconden wel, gewoon helder te hebben wat je uiteindelijk wil communiceren. Dan hebben we nog webinars. Dit zijn vooral inhoudelijke mensen, inhoudelijke sessie. Dus mensen zitten daar ook met een andere intentie. Deze kunnen dus ook een stuk langer zijn. Als mensen zich eenmaal hebben aangemeld, is het aan hen op dat ze opkomen dagen. Maar de mensen die er zijn, die komen dan voor de inhoud. En kan je dus ook veel al langere sessies houden. En als laatste had ik nog opgeschreven een brandvideo. Dit is eigenlijk een video over je organisatie. Die moet gewoon kort en krachtig zijn en uitstralen waar je organisatie voor staat. En dit kan veelal tussen 30 en 60 seconden. Nogmaals, dit zijn een soort van guidelines en houvast. Maar ik geef meestal mee van, goh, dit is iets wat je moet experimenteren. Ga ermee aan de slag en kijk wat werkt voor jullie doelgroep. Want daar kunnen best wel grote verschillen in zitten. Even kijken, dan hebben we nog tip 5. Wat ik probeer mee te geven is om, als je eenmaal je boodschap en je concept hebt staan, om deze eerste test visualiseren. Op papier kan een idee heel leuk zijn. En dit kan ook misschien erg goed in je hoofd werken. Maar in de praktijk, als je een videoproductie wil gaan doen, kan je tegen wat praktische dingen aanlopen. Een aantal punten die ik voor mezelf altijd afga, is bijvoorbeeld van, goh, wat valt er ook daadwerkelijk te filmen? En een aantal rijtjes die je zelf af kan gaan, is van, oké, heb ik te maken met een online product of dienst, of hebben we een fysiek iets? Online is veel al lastiger of niet vast te leggen, of dan moet je op andere manieren met video omgaan dan met een fysiek product. Want een fysiek product kan je gewoon in het echte leven vastleggen. Daarnaast kan je ook nog gaan kijken van, goh, wil ik iets op persoonlijk niveau communiceren, of wil je dat op organisatieniveau communiceren, of
zit er een verschil tussen procesgerelateerde zaken en resultaatgerichte zaken? En als laatste heb je ook nog de belangrijke factor, is iets tijdgebonden of vooral tijdloos? En als je gaat kijken naar een aantal specifieke projecten, stel je zou een testimonial video maken voor een SaaS, dat is al best wel een uitdaging, want als SaaS zijn heb je natuurlijk geen fysiek product, valt er weinig vast te leggen in het echte leven, maar het biedt wel een hele mooie kans om een combinatie te maken tussen video en animatie bijvoorbeeld. Dus dat zijn wel andere oplossingen hoe je daarmee om kan gaan. Nou, heb je bijvoorbeeld echt een fysiek product, dan is dat eigenlijk heel fijn. In het echte leven kan je natuurlijk alles op heel veel verschillende manieren vastleggen. Dus dat ja, is fijn, want dan kan je gewoon overgaan op videoopnames op locatie. Als laatste, en dat is ook een interessante, mocht je veelal procesgerelateerde dingen willen verfilmen of in videocontent om willen zetten, dan is dit vaak ook tijdloos of moet je de mogelijkheid hebben om dingen te vertalen. Denk aan een explainer video of iets wat je wil uitleggen. En daar is animatie weer heel goed geschikt voor. Alleen in de basis staat van, goh, hoe kan ik mijn boodschap het beste visualiseren? En dit is een stukje wat je natuurlijk zelf kan doen, maar ook wat je aan je creatief partner kan meegeven. En ook uitdagen om te kijken waar zij mee opkomen. Maar hierdoor, het kan het dus ook naar buiten komen dat video misschien niet altijd het beste product is. En in dat geval heb ik ook veel liever dat we misschien voor een ander product gaan. Dan dat we een video gaan maken die uiteindelijk toch niet goed eruit komt, omdat er weinig in beeld te brengen was, bijvoorbeeld. Even kijken. Deze klinkt misschien ingewikkeld, maar de kern hierin zit van, denk nou die touchpoints uit en bedenk voor jezelf hoe deze zich visueel onderscheiden. Voor degene die de term touchpoints niet kennen, goed, dat zijn alle puntjes en de momenten waarop je je doelgroep wil bereiken. En als je over één onderwerp een video gebruikt, kan je aan de hand van snippets natuurlijk op meerdere momenten hierop terugkomen om die doelgroep te triggeren en om ze daar ook in mee te krijgen. En ik heb hier eigenlijk, om dit inzichtelijk te maken, een voorbeeld gebruikt van onze eigen podcast. Team Lewis podcast heet Dit had een nieuwsbrief kunnen zijn. Wij maken maandelijks een podcast en eigenlijk verschijnt deze op verschillende kanalen. We hebben de hostvideo, die wordt uiteindelijk gehost op Spotify en Apple Music, maar ook op YouTube, want dit is gewoon uiteindelijk waar de podcast leeft en gehost wordt. Maar zodra die eenmaal op YouTube staat, kan die natuurlijk gebruikt worden op meerdere locaties. Dus die staat op onze landingspagina. Video is ook een heel goed tool voor je SEO. Het is goed indexeerbaar en draagt ook goed bij aan de ranking in Google. Maar uiteindelijk hebben wij gekozen om de podcast vooral te verspreiden via ons Instagram-account. En dit uitzicht dan in een hoofdpost in onze tijdlijn, maar ook meerdere snippets die wij later nog posten om weer opnieuw die nudge en die traffic te creëren naar de podcast. Ik heb hier rechts drie stills gepakt van de drie snippets. Maar het is een beetje afhankelijk van hoe interessant je hoofdvideo is, hoeveel snippets je eruit kan halen. Bij een podcast van 45 minuten kunnen we meestal een zestal snippets eruit halen, maar dat is natuurlijk heel verschillend voor iedereen. Maar veelal werken wij met maximaal 4 snippets, omdat we dan ook alweer een maand verder zijn. En dan is eigenlijk de nieuwe aflevering er al. Een andere leuke contentvorm die we ook gebruiken is, los van de content die wij posten als organisatie zijn, dus het zijn de bovenste drie, gebruiken we ook bijvoorbeeld behind the scenes content van onze eigen, van de hosts. Zij posten ook actief over de podcastopnames. En zo krijg je meerdere touchpoints die al met al bijdragen aan het feit, hey, we hebben een podcast episode geproduceerd. En we willen eigenlijk graag dat je daarnaar gaat luisteren. En dat doen we met meerdere contactmomenten en met verschillende type visuals om daar uiteindelijk mensen over te brengen om naar, in dit geval, Spotify te gaan. Even kijken. Nou, de laatste twee tips die ik had opgeschreven is, probeer video niet als een eindpunt te zien, maar meer als een startpunt van extra content. Ik hoop, en dat dat ook wel een beetje duidelijk wordt uit mijn praatje, is dat probeer af te stappen van het idee, ik ga één video maken. Want één video heeft vaak heel veel ingangen en heel veel mogelijkheden om tot extra content te komen. Wat mij betreft is dan ook zeker een middel wat je voor mee moet gaan experimenteren. En hopelijk ook tot nieuwe ideeën en inzichten gaat leiden. Als laatste, en dat is misschien nog wel het belangrijkste. Ga er zelf mee aan de slag, maar challenge ook vooral het uitvoerende partner die je daarbij betrekt. Mocht je dingen in-house doen,
kan je natuurlijk je directe of indirecte collega's daarvoor uitnodigen. Mocht je een bureau of een externe partner daarvoor inschakelen, mag je ook zeker die mensen challengen om te kijken van, goh, oké, dit heb ik al bedacht, maar in hoeverre is het oké? En kan dat misschien ook beter? En ik denk dat dat uiteindelijk tot alleen maar mooie dingen leidt. Dus dat is eigenlijk hetgeen waar ik mee wil afsluiten wat betreft tips en tricks. Dan wil ik ook nog even overgaan naar een korte Q&A. En om eigenlijk die soort van af te trappen, had ik twee veelgestelde vragen opgesteld waar wij tegenaan lopen. En de eerste, misschien komt het wel bekend voor. Ja, wat kost video dan? Ik denk dat het wel een van de meest voorkomende vragen is die eigenlijk altijd wel terugkomt. En het is een hele terechte vraag, maar het is ook wel de meest moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik heb hieronder een lijstje gemaakt van alles wat erbij kijkt komt. En deze is zeker niet volledig. Alleen, video kan op heel veel verschillende manieren ingezet worden. En er komen dus ook op heel veel verschillende aspecten bij kijken. Maar ook heel veel keuzes die je zelf als marketeer of als organisatie kan maken. En het is dan ook een proces om te gaan kijken van, goh, welke keuzes maak je? En op welke manier denken we dat jullie daar het meest profijt van hebben? En op die manier ga je uiteindelijk ook tot een kostenplaatje komen. Maar geef zeker ook altijd aan wat de budgetten zijn. Want uiteindelijk kan je een video van 1 miljoen maken, maar je kan ook een video voor veel minder maken. En wat dat betreft is dat het lastige wanneer alles ook mogelijk is. Als tweede vraag, die tegenwoordig ook veel speelt, maar hoe zit dat met AI dan? Kunnen we dat niet gewoon met AI doen? Nou, om het maar even plat te slaan, ja en nee. Ik ben zelf best wel een grote fan van AI, maar niet alles kan ermee gedaan worden. En ik wilde eigenlijk ook een voorbeeld laten zien die recent door Coca-Cola is gelanceerd. Kijk, ik zal dit even afspelen. Dus het voorbeeld van de kerstreclame van Coca-Cola natuurlijk. Dat een van de meest bekende kerstreclames is ter wereld. Alleen dit jaar heeft Coca-Cola het op een andere route gezet. En ze hebben deze commercial volledig met AI gemaakt. En ja, het kan. Het eindresultaat is er. Het lijkt op wat we al kennen. Maar persoonlijk denk ik, en er is ook best wel een kritiek op geweest, dat het net niet helemaal de juiste snaar raakt die je normaal in een kerstcommercial probeert te raken. En dat is ook een stukje emotie. En dat is iets wat we bijvoorbeeld met AI nog best wel lastig is om dat echt goed erin terug te krijgen. En als we dan eigenlijk zouden willen opsommen waar we AI vooral dan wel voor gebruiken en waar vooral ook niet voor, is dat we AI echt maximaal inzetten om processen te optimaliseren. AI kan sommige dingen namelijk echt een stuk sneller dan dat wij als mens kunnen. En dat is alleen maar een win wat mij betreft. Het is aanvullend ook een goede sparringspartner. Je kan dingen vragen, je kan doorvragen. Je krijgt altijd een antwoord. En dat is op dat opzicht ook heel interessant. Maar als we dan gaan kijken naar de visuele toepassingen van AI, dan gebruik ik het vooral om ook concepting en prototypes te maken. En dat is niet het eindproduct wat we met de klant delen, maar wel om bijvoorbeeld tot een proof of concept te komen. Of een soort van moodboard te maken, omdat het toch makkelijk al naar de eerste videobeelden omgezet kan worden. En dan kan je altijd nog in real life, aan de hand van een goed voorbeeld, bepaalde shots namaken en om zo tot je uiteindelijk het geschikte eindresultaat te komen. En een ander puntje is het onderzoek. Je kan AI heel goed gebruiken om onderzoek te plegen. Het werkt gewoon een stuk sneller dan wat we zelf kunnen. Maar wat we dan ook vooral niet gebruiken is 1-op-1 klantwerk. Dus dat is ook echt iets waar we ook echt zien dat het gewoon totaal niet voor geschikt is momenteel. En voor projecten waar er gewoon een emotionele input voor gewend is. En uiteindelijk is het ook gewoon nog steeds, AI is getraind op wat wij als mensen doen. Dus we hebben ook altijd nog menselijke sturing nodig om tot een gedegen output te komen. Maar al met al ben ik heel blij mee met AI dat er is. En ik ben ook heel benieuwd waar we over 2 jaar staan bijvoorbeeld. Als ik zie wat er in het afgelopen jaar al allemaal, wat voor ontwikkelingen er zijn geweest. Dat blijft nog wel even doorgaan. En dat brengt een hoop nieuwe mogelijkheden met zich mee.
Dus, dat was een hoop gepraat. En even opsommend heb ik nog even de 9 tips of en memo's die ik wil meegeven opgeschreven. Ik hoop dat jullie ermee aan de slag kunnen. Dus begin en defineer je videostrategie en zorg dat je een stukje budget reserveert. Maak je content platformspecifiek. Denk dus op welke platform je content komt te leven. En redeneer vooral vanuit een topic-first approach in plaats van een format-first. Ik wil een video hebben. Nou ja, probeer daarnaast dus te denken in het feit dat je in ieder geval meerdere sub-outputs of een deliverable list kan maken. Want uit één video kan je gewoon heel veel content halen. En het zou zonde zijn als je dat laat liggen, want het is gewoon heel laagdrempelig te gebruiken. Nou, pin je daarnaast niet vast aan specifieke lengte zoals aangegeven, maar experimenteer hiermee juist. Ja, er zijn dus guidelines, maar kijk wat werkt voor jouw doelgroep en kijk hoe hier ook op gereageerd wordt. Nou, dan zijn we bijna bij het einde, maar probeer je boodschap ook te visualiseren en stop je touchpoints uit. En vraag ook zeker om hulp bij de mensen die daar verstand van hebben of die daar voor gechallenged worden. En speel en experimenteer vooral met AI om te kijken hoe je dit in je voordeel kan gebruiken. En dat was een hoop gepraat, maar ik ben ook benieuwd naar waar jullie tegenaan lopen. Zijn er punten waarvan jullie denken, goh, dit is interessant of daar kijk ik anders naar. Ik ga daar eigenlijk graag het gesprek over aan. En ik ben ook benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Ja, dankjewel. Ik ben ook benieuwd naar vragen van mensen. Ik ga 2 vragen stellen. In de tussentijd kan je je hand opsteken of je vraag dumpen in de chat. Daar zit Jorrit ook mee te kijken en te modereren. Laten we meteen even, want jij eindigt een beetje met AI. Je had het over procesoptimalisatie met AI. Heb je een voorbeeld van wat dat dan is, wat je ermee doet, hoe je het inzet? Nou ja, zeker. Met procesoptimalisatie is vooral het versnellen van een aantal huidige processen die we hebben. Een heel concreet voorbeeld daarvan bijvoorbeeld is storyboarding. Waarbij misschien eerst iemand echt handmatig bepaalde dingen moest tekenen. Kan je nu met bepaalde en de juiste AI tools heel goed en heel simpel tot een soort eerste script komen. En dat is heel handig, omdat je daarmee tijd bespaart uiteindelijk. En een ander concreet voorbeeld is bijvoorbeeld ondertiteling. Ja, ondertiteling is heel belangrijk, zeker op de social platformen. Maar dit kan AI een stuk sneller en in veel gevallen ook beter dan wij als de mens. Een video van meerdere minuten kan redelijk snel geanalyseerd worden, afhankelijk van welke service je daarvoor gebruikt. Maar dat is echt een verbeterslag waarmee we efficiënt, snel, goede ondertiteling mee kunnen opleveren. Ja. Die snap ik. Oké, en ik snap ook dat jij zegt van, goh, hoeveel kost video dan? Dat is hetzelfde wat kost een website. Daar hangt geen prijskaartje aan. En toch, je voelde hem al aankomen. Gaan we niet per se in absolute getallen praten, maar als jij nou kijkt naar kostenverdeling, dan hebben we eigenlijk vaak twee, dan heb je creatie en distributie. Maar misschien hebben we hier dan, omdat je het ook specifiek over hebt, over hergebruik van middelen. Als het dan gaat over productie, fragmentatie, het opknippen van haar, we maken meerdere stukjes, en distributie. Hoe verdelen jullie je budget dan normaal gesproken? Is dat in procenten? Wij hanteren eigenlijk 3 fases. Dus je hebt eigenlijk de pre-productie, de productie, en de postproductie. En dat komt eigenlijk neer op wat jij volgens mij probeert te zeggen, Bram. Waarbij de preproductie alles omvat in de voorbereidingen, de productie, de draaidagen zelf, en de postproductie eigenlijk alles wat betreft de editing, en alles wat ervoor moet gebeuren om van het ruwe materiaal naar een bruikbare eindproduct of meerdere bruikbare eindproducten te komen. Meestal, percentage had je het over, hè? Ja. Ja, kom ik met een bleu antwoord. Dat verschilt per type productie. Want als je gaat kijken naar animatie, zit er bijvoorbeeld heel veel tijd in ook de voorbereidingsfase. Maar, nou goed, ik had bijvoorbeeld een testimonial video, een case video. Daarbij zit ongeveer 20% in de voorbereidingen. Want de vragen, je moet een stukje planning doen. We hebben een stukje een vragenlijst die we moeten ontwikkelen. Een stukje briefing die we daar meenemen, dat is ongeveer 20%.
Dan is ongeveer 40% ook wel het draaien zelf. Dat zijn gewoon de dagfees en voor de spullen die je dan uiteindelijk kwijt bent op meerdere dagen. En dan meestal voor het enige eindresultaat heb je dan de rest over. Alleen, daar komt hij dus. Afhankelijk van hoeveel extra eindproduct je wil hebben, kan dat percentage dus ook omgedraaid worden. Want stel je wil heel veel extra deliverables uit of extra hebben, dan kan het zijn dat je editpost wel verdubbelt ten opzichte van de draaidag. Maar er zijn ook andere manieren voor. Wij werken binnen Team Lewis ook bijvoorbeeld met retainers van klanten. En dan heb je bijvoorbeeld een investering als extra projectpot voor de opnames en de basis edit. Maar zou je wel in de lopende retainer, want het zijn maandelijkse kosten, bijvoorbeeld kunnen kijken van, goh, oké, hieruit kunnen we extra content halen. En dat is dan een hele laagdrempelige manier om op vaste basis te doen. Maar als het echt op projectbasis, dan kan dat heel erg variëren. Oké. En ik heb een bug in mijn Teams. Dus vorige keer zat ik te wachten op comments. Toen stroomden ze binnen. Ik zie ze nu nog niet zo. Dus ja, er zijn er wel wat comments, maar niet per se vragen, toch? Of zie ik, moet ik weer even herladen? Ja, dat zijn... Oh, Michelle. Oh, jawel, ja. Zie je? Oh, ja. Dat is weer. Oké. Nou, dan gaan we naar Twan. Want die was volgens mij de eerste. LinkedIn heeft sinds kort een videotab. Hoe zorg ik dat mijn post met video daar zichtbaar wordt? Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk heeft dat te maken met een stukje indexering, waar ik ook van af weet. En volgens mij zijn dat dingen die je ook op je kanaal uiteindelijk moet optimaliseren om daarin terecht te komen. Maar dat is ook een functie waar wij ook nog vrij nieuw in zijn en momenteel nog aan in het uitzoeken zijn om te kijken wat daar ook de best practices voor zijn. Kijken of er bepaalde hacks voor zijn. Om te kijken of dat er toch beter in zichtbaar komt. Maar dat, ja. Okay, ik heb me vandaag nog druk gemaakt over hacks op LinkedIn. Dus breek me de back down niet over. Open over. Freek vraagt op welke video of videoserie ben jij als videomaker stikjaloers? Ik moet zeggen, een hele bekende is natuurlijk Squid Game. Het klopt gewoon aan alle kanten. Maar ik zit momenteel de serie The Diplomat te kijken. En dat is ook een serie die vooral verhaaltechnisch heel goed in elkaar steekt. En zo zijn er gelukkig heel veel series die echt rete interessant zijn wat mij betreft. Maar je kan natuurlijk iets op een productioneel aspect bekijken. Of dat iets heel goed, mooi eruit ziet. Maar ik denk vooral bij series dat het verhaal veel beter is. En ik zit momenteel in The Diplomat, heet het. En daar ben ik erg fan van. En dat is, er zit een stukje ironie in, wat weer heel goed terugkomt. Een stukje humor, maar ook weer een serieuze situatie. En daar ga ik wel goed op, moet ik zeggen. Dankjewel, Cas. Ik bedoelde ook een beetje, zeg maar, de video of videoformat serie van een Nederlands merk dat door een concurrerend bureau is gemaakt of door een in-house partij. Oh, zo. Denkt, ja. Verdorie hadden wij hier maar voor getekend als doers. Ja, nou, ik denk dat loopt momenteel ook nog, volgens mij nog 1 of 2 weken. Iets wat ooit als YouTube begonnen is, zijn de mannen van StukTV. En StukTV is begonnen als YouTube only, maar die hebben momenteel het jachtseizoen, wat ook echt als on-demand wordt verspreid. En een jachtseizoen is, vind ik, een voorbeeld wat zowel productioneel goed klopt, maar ook wel een mooie ontwikkeling heeft meegemaakt vanuit echt iets wat klein online begonnen is, naar een veel groter publiek inmiddels gegroeid is. Maar zo zijn er ook nog andere organisaties die ook zeker hun best doen en ook mooie content hebben. Dankjewel. Oké, Michelle heeft ook een mooie vraag. Zij zegt, in mijn werk maken we het regelmatig mee dat klanten zelf videobeelden aanleveren, bijvoorbeeld voor een recap van een evenement. We hebben dan vaak geen grip op de kwaliteit. Heb je tips om dit proces in goede banen te leiden, zodat we de kwaliteit kunnen bewaken? Ja, goede vraag. Daar lopen we ook wel eens tegenaan, inderdaad. Ik denk dat het begint bij een stukje verwachtingenmanagement. Dat als mensen zelf videocontent gaan schieten, moet je dat niet gaan vergelijken met een video die door een videopartij wordt gemaakt. Dan ga je veel meer richting de user-generated content. Dat kan ook zeker goed werken, maar je heeft ook gewoon een ander doeleinde. En wat we in dit soort gevallen doen, is we helpen deze klanten gewoon bij het opstellen van een concrete briefing. En in deze briefing staan tips en tricks waarmee ze rekening moeten houden, wat ze moeten doen met de telefoon, hoe ze deze moeten houden, om toch een soort van houvast te geven aan wat de output gaat zijn.
En het leuke is ook wel eens dat wij in dit soort gevallen bewust daarvoor kiezen, dat de klant zelf mee aan de slag gaat, dat wij bijvoorbeeld de edit doen, als het voor reels is, het zijn vaak wat lage, drempeligere type contents, dat hoeft ook niet heel high-end te zijn. Maar dan heb je natuurlijk in de edit altijd nog een stukje controle en wat handige tools die je kan gebruiken om dingen recht te trekken. Maar ik moet wel zeggen, het spreekwoord shit in is shit out is wel in dat geval nog steeds van toepassing. Ja, er zijn ook grenzen aan wat we nog recht kunnen trekken. Dus het is wel van belang dat het gewoon eigenlijk bij de opnames wel gewoon goed meegenomen wordt. Ja, het is alleen altijd onhandig dat net de CEO in het beeld staat wat dan sucks. En dan komt hij niet in beeld. Dat hebben we allemaal wel eens meegemaakt. Ja. We hebben het vandaag over zakelijke videocontent. Dan heb je het over de wat zakelijker platformen misschien ook. Maar mij vraagt eigenlijk gewoon, maar zien jullie ook zakelijke content echt regelmatig terug op bijvoorbeeld TikTok en Instagram? En zo ja, is dat dan, en dan bedoel ik echt in de B2B-sfeer. Dus niet zakelijk, oké, we hebben een consumentenmerk en dan maak ik video's, die begrijp ik. Maar zie je ook zakelijke mm-hmm. video's daar wel eens terugkomen? Vanuit je eigen... Ja, ik denk, bij ons hebben we daar niet heel veel mee te maken. Je ziet wel inderdaad, het is, laat ik zo zeggen, het is wat makkelijker om als B2C-organisatie op een platform als TikTok te komen. Dat daar zit je vooral voor je vermaak en voor entertainment. Dat is een andere intentie dan dat je daar zit om op LinkedIn bijvoorbeeld toch een wat meer zakelijke behoefte te consumeren. Ik denk dat dat een ontwikkeling is waar momenteel heel veel mee geëxperimenteerd wordt. Ik weet bijvoorbeeld wel, omdat bijvoorbeeld, ik denk dat HEMA daar wel een mooi voorbeeld van is. Het is wel een B2C. Dat is een stukje trendgevoeligheid waar je toch op in probeert te spelen. En je hebt al een aantal voorbeelden, die heb ik nu niet bij de hand, waarbij toch ook zakelijke organisaties inspelen op trends en toch ook wel viral gaan op een platform als TikTok. Maar dat is dan meer vanuit een amusementperspectief in plaats van een inhoudelijk perspectief. Maar ja, de vraag is dat best slecht? Ja, ik denk van niet, want dat draagt gewoon weer bij een ander doel. En het draagt in ieder geval positief bij aan je organisatie. Ja, en ik denk ook dat HEMA doet dat zeker goed, want die hebben vorige week tijdens de Grand Prix Content Marketing zelfs nog Merk van het Jaar binnengesleept als titel. Omdat ze zoveel goede dingen doen, met name ook op TikTok en Instagram. Ik denk wel dat naast het feit dat je nu steeds meer rip-offs kunt maken voor verschillende platformen, misschien ook steeds meer gaan zien dat er zo'n druk op de arbeidsmarkt komt, dat er altijd een soort arbeidsmarktachtige content moet worden gemaakt. Weet je? Dat je altijd, dat er zo'n druk komt op, we moeten blijven uitstralen de cultuur, had je het over, van TikTok is dan goed voor cultuur, welke cultuur heerst er bij een organisatie? Zie jij dat ook? Of zie je van, nou ja, maar dat, ik denk dat dat echt verschillende disciplines blijven. De video's die wij maken, die blijven we doen. En arbeidsmarktcommunicatie blijft een apart vehikel. Of zie jij een versmelting opkomen? Bedoel je dat vanuit organisatieperspectief of ons als... Ja, nee, gewoon, ja, ik ben jouw klant. Ja. En ik neem bij jou ook video's af voor lead generatie. Ik noem maar iets. Mm-hmm. Maar mijn collega's van HR hebben een ambitieuze target op arbeidsmarktcommunicatie of het aantal sollicitaties, I don't know. In hoeverre zie je daar overlap kansen? Dus in hoeverre denk jij van, goh, maar we hoeven de camera alleen nog maar even een kwartslag te draaien en we hebben eigenlijk ook best wel voor andere doeleinden goede video's. Niet alleen voor andere platformen, maar ook met een andere insteek. Dus misschien moet je dan een behind the screens maken van de CEO. Dat hij heel spontaan is hoe die is als hij niet terecht voor de camera inkijkt. I don't know, zoiets. Nou, dat zie je veel gebeuren. Maar dat komt ook, ik denk dat hij ook in het beginsel weer zit van, goh, welk platform gebruik je? Je hebt ook organisaties bijvoorbeeld een los account hebben voor de arbeidsmarktcommunicatie. Dus die zetten los van de corporate communicatie die je doet. En op deze losse kanalen zie je veelal de wat laagdrempeligere informele content terug. Dus het kan inderdaad bijvoorbeeld een stukje behind the scenes zijn van met een CEO. Ik denk dat dat nog steeds naast elkaar kan blijven. Ik denk dat ook arbeidsmarktcommunicatie ook nog opgesplitst kan worden in het feit dat je een stukje employer branding hebt wat altijd door blijft lopen. Dat is eigenlijk een soort van always on dingetje waar je mee bezig moet zijn als organisatie. En dan heb je natuurlijk nog heel specifiek bijvoorbeeld vacatures of bepaalde functies die je wil
vervullen waar je echt concrete videocontent voor kan maken. En ja, dat is weer wel een andere tak van sport, maar dat is ook wel per casus verschillend en ook iets wat je apart zou moeten aanbieden. Ik denk dat het jouw vraag een beetje beantwoordt. Ja, ik denk het wel. Ik zit ook even naar de tijd te kijken. Ik ververs nog één keer mijn chat om te kijken of ik nog vragen gemist heb. Ja, ik zou nog eentje een vraag. Ja. Welke AI-programma's zou je aanraden voor het maken van video's? Dat is ongeveer hetzelfde als hoe duur is een video, maar een lijstje favorites is natuurlijk altijd leuk. En bedoel je dan echt een editprogramma of bijvoorbeeld een AI-programma om beelden te creëren? Want dat is natuurlijk ook verschillend. Ik zou zeggen beide. Ja, een tool die wij gebruiken om echt bijvoorbeeld materiaal te maken, maar dat is wel van AI gegenereerd, is Runway. Runway is momenteel heel erg sterk in het creëren van text-to-image en dan vervolgens naar video om te zetten. Dus daar kan je echt materiaal mee maken om bijvoorbeeld mee op te vullen. En editprogramma's hoeven niet eens per se AI gebaseerd te zijn. Sterker nog, als je AI nu dingen laat editen, is dat niet per se meteen een gegarandeerde succesvolle uitkomst. Omdat enerzijds, als je te maken hebt met verhaallijnen, oh, dat was niet helemaal de bedoeling, een duimpje. Enerzijds, als je te maken hebt met Nederlandse verhaallijnen bijvoorbeeld, daar loopt AI toch nog een stukje op achter, omdat we niet altijd de meest makkelijke taal hebben. Engelstalige dingen zijn daarin wel weer beter. Maar ik ben niet per se van mening dat je voor de editing echt een AI-tool nodig hebt. Maar er zijn wel gewoon tools die, zo, ja, bijvoorbeeld op de telefoon CapCut. Dat is een app die heel laagdrempelig je content op je telefoon kan omzetten voor je social content. En die hebben wel AI-feature. En dit zijn bijvoorbeeld features zoals ondertiteling om het in toe te voegen. Maar ik denk dat het wel ook de apps zijn die nog veel mega of nog meer gaan ontwikkelen om te kijken wat AI daarvoor kan betekenen. Want er zijn ook al wel tools die zelf een edit kunnen leggen. Bijvoorbeeld Adobe heeft daar ook een ja, feature voor, maar dat is nog niet per se public gereleased. Dus ik zou zeggen, Runway voor het maken is ook een hele leuke tool om mee te experimenteren. Er zitten ook een aantal functies in om bijvoorbeeld dingen uit te maskeren. Dat doet het ook erg goed met AI. En ja, ik zou gewoon kijken naar de wat laagdrempelige platformen, als het niet betaald is, bijvoorbeeld een CapCut, die wel AI-features hebben. Of je hebt natuurlijk de Adobe Suite waar nog veel meer mee gaat gebeuren, maar daar zitten we middelen in de ontwikkeling ook. Oké, top. Dankjewel voor je verhaal en voor je antwoorden. We gaan straks verder met Mandy. We doen even een kleine plaspauze. Laten we zeggen, een beetje doorplassen. 3 minuten, 4 minuten. Dus misschien kan je dan een glaasje wijn hier schenken of zoiets. En dan gaan we verder voor het tweede deel van deze sessie. Nou, volgens mij zijn we er wel. Ja, nou, welkom terug allemaal. En dat kan ik zeggen, want iedereen die dit hoort, die is terug. We gaan door met het programma. En zoals gezegd, Mandy Willemsen gaat wat vertellen over authenticiteit. Want authenticiteit is congruent aan, loopt parallel aan professionaliteit. Tenminste, dat is wat we hebben aangekondigd. Dus dat gaat Mandy vertellen. Is dat ook waar? Mag je dat zo stellen? Nou, dat ga ik jou aan het einde van het verhaal nog een keer vragen. Oké. Nou, dat is een hele mooie cliffhanger. Take it away, Mandy. Ja, dan ga ik even mijn scherm delen. Ik neem je trouwens aan dat je jezelf gewoon voorstelt ook eventjes. Hè? Dan anders... Ja hoor, dat ga ik zo meteen zelf doen. Dat komt helemaal goed. Wil ik wel even het goede scherm met jullie delen, als het goed is. Is dat deze? Helemaal. All right. Nou ja, dan ga ik maar gewoon beginnen. Dankjewel nog dat jullie er allemaal zijn. Nou ja, inmiddels is wel duidelijk dat het vandaag gaat over hoe haal je het maximale uit je zakelijke videocontent. Ik ben vandaag gevraagd om iets te vertellen over het succesvol inzetten van video specifiek voor interne communicatie. En dus ga ik jullie vandaag meenemen in de wereld van authentiek communiceren met video. Want het maximale uit je zakelijke videocontent halen, dat vraagt om meer dan alleen mooie video's maken. Zeker als je als bedrijf succesvol wil worden met video in je strategie. En voor mij, je verklapte het al even Bram, is het sleutelwoord in alles is authenticiteit. Zodat je video ook echt kan gaan inzetten op een manier die past bij je bedrijf of bij het bedrijf waar je werkt. Dat gaat alles namelijk veel makkelijker maken.
Dus vandaag zal ik me specifiek richten op interne communicatie. Als er tussendoor vragen zijn, dan nou ja, heb ik al begrepen, worden die gewoon gesteld in de chat en dan komen we daar aan het einde op terug. Dan zal ik me even voorstellen. Nou, mijn naam is Mandy Willemsen, dat hadden jullie wellicht al meegekregen inmiddels. Ik ben eigenaar van Heartspace Media en daarmee help ik bedrijven om ook te kiezen voor authenticiteit in een strategie. En dat doe ik met behulp van longform videocontent, die dus daadwerkelijk past bij de kern van het bedrijf. En in die hoedanigheid ben ik presentatrice, interviewer, doe regelmatig 1-op-1 interviews, maar ook inhoudelijk regisseur. En dat betekent dat ik mensen in hun kracht zet voor de camera en vooral ook in de gaten hou of er daadwerkelijk gecommuniceerd wordt wat er ook gecommuniceerd moet worden. Nou, daarnaast ben ik host van de Video for Business podcast. Daar ben ik vrij recent nog mee gestart. Dus kun je vinden op Spotify, mocht je dat leuk vinden. En naast dat alles werk ik bij Enreach. Een aantal van jullie kennen me ook daarvan. Mochten jullie dat niet kennen, het is een Europese speler in Unified Communications. En daar ben ik verantwoordelijk voor de interne communicatie en ook voor de in-house studio. Ja, verder, ik heb een achtergrond in B2B-marketing, communicatie en specifieke contentstrategie. En toen de studio een aantal jaar geleden op mijn pad kwam, toen klikte eigenlijk alles in elkaar. En zo ben ik stap voor stap video gaan inzetten voor, ja, voor meerdere toepassingen. In het begin was dat vooral extern, dus bijvoorbeeld online events of webinars, maar ook bijvoorbeeld een wekelijks actualiteitenprogramma dat we voor onze partnerbase in Nederland hebben gemaakt. En nu sinds een aantal jaar ligt de focus vooral op interne communicatie. En dat betekent dat ik nou, vooral heel veel executive begeleiding doe voor de camera. Dus veel inhoudelijke interviews en natuurlijk ook interne updates begeleid. Dus dat allemaal om maar aan te geven dat ik de tricks of the trade wel redelijk ken. En ik ga er vandaag een aantal met jullie delen. En als we het dan gaan hebben over video succesvol toevoegen aan strategie, nou, dan is het sleutelwoord in deze zin natuurlijk het woordje succesvol. Want beginnen met video, dat kan iedereen. En veel bedrijven zijn er ook al mee begonnen. Maar de vraag is, ben je ook succesvol? En dat is voor ieder bedrijf is dat anders. En daarom is het ook belangrijk dat de manier waarop je video inzet, dat dat aansluit bij het DNA van het bedrijf. Maar ook bij de communicatieuitdagingen die er zijn. En dan gaat succesvol zijn niet alleen over bijvoorbeeld het aantal views dat je video heeft behaald. Ik neem even een slokje thee tussendoor. Right. Nou ja, video staat natuurlijk vooral bekend om zijn marketingkracht. En daardoor ligt de focus ook al snel op dingen als conversie, op snelheid, op aandacht trekken. Terwijl de kracht van video wat mij betreft vooral zit in de communicatiekracht. En zeker als we naar interne communicatie kijken. En communicatiekracht, dat zit hem vooral in nou, de helderheid die je creëert. Of de duidelijkheid die je kan geven aan complexe onderwerpen. Of aan de menselijkheid die je kan toevoegen aan executives. Die meestal toch wel redelijk afstandelijk nou ja, zichzelf profileren of overkomen. En communicatiekracht zit dan vooral in de inhoud. Meer nog dan in de vorm. En ik hoop vooral dat je na deze sessie een beetje geïnspireerd bent geraakt om met die bril ook naar video te kijken en naar de inzet van video te kijken. Dus ik ga een aantal unpopular opinions met jullie delen. Om te kijken welke factoren aan de basis liggen om video succesvol toe te voegen aan je interne communicatiestrategie. Nummer 1. Niet alles hoeft een video te zijn. En dat is misschien tegenstrijdig uit de mond van iemand die het heeft over video en over de kracht daarvan. Maar juist omdat video in veel gevallen arbeidsintensiever is en ook kostbaarder om te maken dan bijvoorbeeld een blogpost, ga je die effort niet overal in willen steken. Want die is het ook niet altijd waard. En ik moest net wel lachen. Ik wilde namelijk refereren aan die uitdrukking van meetings die ook een e-mail hadden kunnen zijn. Ik begrijp dat er ook een podcast bestaat die ook een nieuwsbrief had kunnen zijn. maar daar komt dit wel op neer. Dat geldt ook voor video's die prima geschreven content hadden kunnen zijn. En ik wil je vooral uitnodigen om niet zozeer te kijken naar het vervangen van geschreven content door video.
maar vooral naar het aanvullen van geschreven content. En dan het liefst natuurlijk met video die daadwerkelijk ergens over gaat. En dat heeft heel veel te maken met een kritische mindset. Dus kritisch in waar je tijd en geld en energie in gaat steken op het moment dat je serieus aan de slag wil gaan met video. Video is bij uitstek geschikt om de verdieping op te zoeken in je communicatiestrategie. En daar bedoel ik mee dat je bijvoorbeeld eindelijk eens gaat uitleggen waarom we als bedrijf een bepaalde richting opgaan. Of dat je de tijd neemt om weerstand te adresseren die al een tijdje bestaat onder medewerkers. Of dat je het leadership team durft te laten reageren op kritische vragen. Dat gebeurt ook niet altijd. Dus met andere woorden, dat je veel meer van de elementen die je ook echt hoort op de werkvloer ook een plek gaat geven in interne communicatie. En ook de onderwerpen waarvan je juist wil dat ze op de werkvloer besproken worden. Dat je die een plek geeft in je interne communicatie. En daar kun je verschillende formats voor inzetten als je dat met video gaat doen. Bijvoorbeeld het interview. Dan heb je natuurlijk wel een goede interviewer nodig die ook kritisch durft te zijn. Maar het format, het concept van een interview is heel geschikt om de relevantie van bepaalde onderwerpen tastbaar te maken. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan een bedrijfsmatig besluit of een ontwikkeling in de markt die relevant is voor de business. Of een specifieke way of working die voor je interne doelgroep ook belangrijk is. En in een interview kan je vrij makkelijk de complexiteit van verhalen weghalen en ook nuance aanbrengen waar dat nodig is. Want het leuke is, je gaat er automatisch oprechter van communiceren. En dat heeft er alles mee te maken dat je simpelweg een gesprek voert. Dus je wil ook niet dan een gestaged interview zijn. Je mag het natuurlijk wel voorbereiden, maar het moet wel echt een gesprek zijn. En een ander format wat er goed voor werkt is een executive update. Dus iemand voor de camera, iemand uit het leadership team. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan gewoon een update over de bedrijfsresultaten of over specifieke highlights. Maar dat kun je bijvoorbeeld ook opleuken door employee-generated content te gebruiken. Dus dat je van tevoren bijvoorbeeld door medewerkers korte filmpjes laat opnemen met vragen of dingen die hen opvalt. Zodat er een leidraad is en een concreet iets om op te reageren. Daar wordt het ook een stuk menselijker van. Dus al met al zie ik de kansen van video voor interne communicatie vooral als aanjagen van iets groters. Dus bijvoorbeeld een grootschalige verandering in de organisatie. Of transities waar je mensen in mee moet nemen. Of juist executive profiling. Wat we natuurlijk vooral kennen naar de buitenwereld toe. Maar wat intern ook heel relevant kan zijn. En waarbij je het hoge management ook op een veel menselijkere en persoonlijkere manier in beeld brengt. En dan denk je, wat heeft dit ook alweer te maken met die unpopular opinion? Nou, heel veel, want het vraagt niet alleen budget, het vraagt ook focus, het vraagt tijd en het vraagt aandacht. En die ruimte, die moet je wel hebben, zowel in je hoofd als in je communicatiestrategie. En natuurlijk verschilt het per bedrijf welke onderwerpen relevant zijn, maar de belangrijkste boodschap die ik hier mee wil geven is wees kritisch en vooral heel duidelijk over de manier waarop je video wil inzetten. Want dat gaat je ontzettend helpen bij je stakeholder management. Het geeft je grip over je resources en dat helpt je ook bij het daadwerkelijk neerzetten van resultaat. Want uiteindelijk ga je dit niet doen alleen omdat het leuk is. Je wil er ook iets mee bereiken. En dan heb je de regie ook nodig over je videostrategie. Want als ik één ding uit ervaring kan vertellen, en dat heeft er vooral ook mee te maken dat bij Enreacher een in-house studio is. Je kan jezelf heel snel verliezen in allerlei leuke, kleinere producties. Leuke filmpjes, om het zo maar te zeggen. Maar daardoor verlies je gauw de focus op wat echt belangrijk is. En ik kan je heel erg adviseren om dat niet te doen. Dan gaan we naar de tweede. Ditch the green screen. En ik realiseer me nu dat ik dit op een groene slide heb gezet. Dus ik spreek mezelf enigszins tegen. Waar ik het natuurlijk over heb zijn de green screens in de tv-studio's. En je ziet ze heel veel voorbij komen, want ze zijn ontzettend populair. En je kan er ook hele mooie dingen mee doen. Maar als het gaat over zakelijke videocontent en over authentiek communiceren, dan ben ik er geen voorstander van. En dat heeft er vooral mee te maken dat veel bedrijven de essentie van hun boodschap verliezen. En vooral ook heel erg onder de indruk zijn van de uitstraling die bijvoorbeeld een virtuele studio heeft.
En dat snap ik. Alleen het ding is dat als ik een professionele setting zie, dan verwacht ik ook een professioneel verhaal. En dat ontbreekt vaak. Dus dan zit je naar een, en ik weet niet of jullie dit herkennen, ik hoop het eigenlijk wel, maar dan zit je naar een interview of naar een talkshow setting te kijken en dan denk ik, ja, waar luister ik nou precies naar? Want vaak is het een verborgen sales pitch of een ingestudeerde presentatie, dan zie je de zenuwen nog net niet van het beeld spatten. En dan mis je de connectie met het publiek. En dat, nou ja, het kan heel mooi zijn, maar in veel gevallen heeft het niet het gewenste effect. Dus ik snap dat het een lucratief verdienmodel is, zeker voor productiebedrijven. Maar het is geen holy grail als je video succesvol wil inzetten. Dus mijn advies is, en ik vond het ook wel leuk dat dat net in de andere sessie op een ander vlak ook naar voren kwam. Hou het vooral simpel, zeker als je net begint. En ik heb het verwoord als het betekent message first, je concept uitdenken. Dus ga eerst naar de essentie van je verhaal en kijk dan hoe je het beeldtechnisch kan aankleden. En het heeft helemaal geen zin om hele theatrale video's te maken. If all it takes is een beetje uitleg, zeg maar. Dus, en dat kan net zo simpel zijn als twee camera's neerzetten en goede belichting, dan dat je daar een hele greenscreen virtuele studio voor nodig hebt. En ten tweede, de makkelijkste vraag die je jezelf kan stellen, als je iets aan het opnemen bent of als je een video aan het maken bent voor interne communicatie, communiceert dit? Dus zie ik wat ik wil zien? Hoor ik wat ik wil horen? Geloof ik deze persoon? Voel ik ook wat die bedoelt? Of prik ik er doorheen? En ik kan je één ding zeggen. Het antwoord op die vraag is zelden met een greenscreen was dit verhaal beter tot z'n recht gekomen. Dus hou het vooral simpel. Dan hebben we unpopular opinion 3. Je video heeft ook een contentstrategie nodig. En ik denk dat ik die jullie niet uit hoef te leggen. Cas is er net ook al even op ingegaan. Maar dit geldt ook voor interne communicatie. Dat werkt namelijk niet heel anders dan externe communicatie. Je wil het aantrekkelijk maken om zeg maar de hele aflevering te kijken. En het gebeurt zo vaak dat er maar één video of dat er één video gemaakt wordt en dat die dan maar één keer gepubliceerd wordt. En vervolgens verdwijnt het dan in het grote niks. En dat vind ik onwijs zonde. Zeker als je dan ziet hoeveel effort erin is gaan zitten. Dus als je ervoor kiest om met longform video te werken, zoals bijvoorbeeld zo'n interview, dan gaat het vaak om onderwerpen die ook langere tijd relevant blijven. En juist dan is het ook heel belangrijk om die content uit te nutten. Dus ook hier geldt, maak snippets, haal er interessante quotes uit, maak er nieuwsberichten bij, verwijs er naar terug, neem het mee in je nieuwsbrief, wat je ook kan bedenken. Want die kortere snippets of quotes, die kan je ook prima gebruiken om, stel dat de hele realiteit verandert, er is een bepaalde ontwikkeling geweest, dan kan je zo'n snippet ook gebruiken om juist als aanhaker om over die ontwikkeling in gesprek te gaan. Dus ga er slim mee om en werk ook vooral samen met je content collega's. Deze was heel kort, we gaan dan naar nummer 4. Regie is een vak. Ik vind regie misschien wel het interessantste onderwerp als het gaat om zakelijke videoproducties. Want in de wereld van tv wordt er geen programma gemaakt zonder regisseur. En in het bedrijfsleven besteden we er vrijwel geen aandacht aan. Terwijl het wel alle verschil maakt in de communicatiekracht van je video. Dus ik vind sowieso dat er daarin nog veel meer kruisbestuiving mag ontstaan tussen de wereld van tv en zakelijke video. Als opdrachtgever ben je niet automatisch de regisseur. En ook als producent ben je ook niet automatisch de regisseur. En ook als de interne projectmanager die partijen inschakelt, ben je ook niet automatisch de regisseur. Want een goede regisseur die houdt zich niet alleen bezig met techniek of met creativiteit, hè, want dat is vaak het beeld dat bestaat. Maar in een zakelijke context houdt hij zich vooral bezig met die vraag, hoe communiceert dit? Dus een goede regisseur die hangt zeg maar boven wat je aan het doen bent, boven de productie. En die houdt zich ook bezig met de mensen voor de camera. Die houdt zich ook bezig met de eindmontage om te kijken of daar nog dingen op een bepaalde manier in elkaar gezet kunnen worden, zodat het net wat meer een gevoel overbrengt of net wat duidelijker is. En dat is een rol waarvan ik zie dat die vaak ontbreekt in zakelijke producties.
Met als gevolg dat je of het risico loopt op, hè, wij van WC-eend, adviseren WC-eend, want dat is wat je krijgt als je vanuit je bedrijf met blinde vlekken en al zo'n productie maakt. Of je loopt risico op een productie die juist te ver van de organisatie af gaat staan, omdat je misschien een B2B georiënteerd bedrijf bent en dan vervolgens een hele B2C-achtige partij aanhaakt om je productie te maken. Dat is niet per se verkeerd, maar het gat kan wel heel groot zijn. En dan heb je bijvoorbeeld wel die theatrale video, die ook een simpele explainer had kunnen zijn. Nou is het zo dat productiebedrijven wel vaak een regisseur tot hun beschikking hebben. Maar wat ik dan vooral als tip hier mee wil geven, is besteed er dan wel aandacht aan dat ze goed begrijpen hoe deze video past in de strategie van het bedrijf of in de activiteiten van het bedrijf of waar het überhaupt mee bezig is. Want die zakelijke context is heel belangrijk en dat is ook de plek waar het resultaat moet gaan functioneren straks. Dus pak ook de regie waar dat mogelijk is en wees je vooral ook bewust van de waarde die goede regie heeft voor de kwaliteit van je productie. Dan zijn we bij nummer 5 aanbeland. Volgens mij is dit mijn laatste. En die ligt eigenlijk een beetje in het verlengde met de vorige, want het heeft een hoop met regie te maken. Namelijk, executives zijn ook mensen. Want vaak zie je dat leidinggevenden niet op dezelfde manier begeleid worden voor de camera dan collega's die geen leidinggevende functie hebben. En dat vind ik interessant. Want als ik iets heb geleerd, is het dat ook mensen met hoge functies, ook mensen met jarenlange spreekervaring, begeleiding nodig hebben voor de camera. En daarin zijn ze echt niet anders dan anderen. Dus het is heel simpel, begeleid ze. Zodra je namelijk als mens een studio instapt, of de lichten gaan aan, of de camera draait, dan is iedereen onder de indruk. Iedereen is dan zelfbewust en iedereen begint een beetje te twijfelen of het wel zo'n goed verhaal is wat je te vertellen hebt. Ongeacht je rol, ongeacht je titel. Dus brief ze van tevoren goed. Nou hoef ik jullie dat waarschijnlijk niet uit te leggen, maar is wel heel belangrijk. En spreek ze ook aan op hun verantwoordelijkheid. Want voor interne communicatie is het vaak zo dat executives of leidinggevenden of hoe je ze ook noemen wil, voor de camera gezet worden op het moment dat ze richting moeten geven. Nou, als ze dan richting moeten geven, zorg dan ook dat ze richting geven. Want wat er vaak gebeurt is dat er een bepaald verhaal verteld moet worden wat misschien een beetje moeilijk over te brengen is of gevoelig ligt of uitleg nodig heeft. En is het makkelijk om er een soort van omheen te gaan praten. En dat is dus precies wat je niet wil. Daarnaast, creëer een safe space. Moet er iets opnieuw? Is dat niet erg? Want we hebben de tijd. Geldt natuurlijk niet als je een live opname aan het doen bent, maar in dit geval focus ik me even op videoopnames die dus van tevoren worden gemaakt. Dus geef ze ook de ruimte om zich veilig te voelen, om eventueel fouten te maken of om dingen opnieuw te moeten doen. En als laatste natuurlijk heel belangrijk, luister met aandacht en geef ook feedback op hoe het overkomt. Want het is heel anders om voor een camera te presenteren dan voor een groep met mensen, hoeveel spreekervaring je ook hebt. Dus daar hebben zij ook wat aan. En uiteindelijk heb je de balans te maken tussen de mens die voor de camera staat en de belangen van het bedrijf. Dus soms betekent dat je ook duidelijk moet communiceren naar iemand die een meerdere is. Ik heb zelf een beetje een hekel aan dat woord, maar laten we het zo noemen. Dat moet je kunnen, maar dat moet je vooral ook durven. Want ze hebben wellicht wel een wat meer uitgesproken mening over bijvoorbeeld hoe jij je werk zou moeten doen. Of over hoe de voorbereiding beter had gekund, zodat zij op dat moment net wat makkelijker in hun verhaal zouden rollen. Dat kan, maar laat het je vooral niet tegenhouden. Want alles kan uiteindelijk met respect. En jouw doel zou moeten zijn een goed resultaat behalen met de video die je aan het maken bent. En sommige dingen kan je echt niet fixen in post en moet je echt ter plekke adresseren. Dus dat vraagt ook wat van jou. En als je daar niet comfortabel bij voelt, zorg dan dat je iemand bij je hebt die daar ook iets in kan betekenen. Want uiteindelijk, en daar ben ik echt voorstander van, wil je iemand begeleiden naar de beste versie van zichzelf voor de camera. In plaats van, want daar zijn mensen vaak mee bezig,
naar een soort ideaalbeeld waar iemand aan moet voldoen. Dus dat je de perfecte directeur voor de camera hebt staan of dat hij de perfecte presentatie geeft. Maar uiteindelijk gaat het om de persoon die je voor je hebt. En die kan niet zijn wat hij niet is. Maar die kan wel zich bewust worden van zijn blinde vlekken. Dus zeg het vooral als die wat beter in de camera moet kijken. Of als de opname nog een keer moet. Want dat is je taak. Dan heb ik nog wat laatste takeaways. Dat zijn eigenlijk de vaakst terugkomende tips. Nou, die ik met jullie wil delen. Want deze geef ik bijna altijd als ik iemand voor de camera heb in de studio. Of het nou een leidinggevende is of een gewone collega, om het zo maar te zeggen. Ten eerste, kijk goed in de camera. Dat zal ik deze presentatie overigens niet heel goed gedaan hebben. Maar hopelijk vergeven jullie mij dat. Maar als je natuurlijk in de studio staat en een camera voor je neus hebt. Dat is de plek waar je publiek zit. Dus kijk daar goed naar. En dat kan al zo simpel zijn. Soms helpt het al om er gewoon letterlijk iets onder te plakken. Pijltje naar boven. Hier zit je publiek. Want dat vergeten mensen snel. Nou, zoals ik al zei, het mag opnieuw. Het is niet live, dus het mag opnieuw. Maar ook neem de tijd. Nou, ik hoop dat ik dat deze sessie niet al te veel gedaan heb. Maar wat je natuurlijk vaak ziet is dat je er echt doorheen race door je verhaal. Dat hoeft niet. Neem alsjeblieft de tijd en haal adem. Ook een hele belangrijke waarvan je denkt, nou, moet ik dat echt benadrukken? Maar ja, dat moet je echt benadrukken. En vooral adem uit voordat je begint. Een hele, hele fijne. En als laatste doen we nog een keer. Want zeker als je management voor de camera hebt staan, die zijn geneigd om binnen te lopen. In één take willen ze het er dan op hebben staan en weer weg te gaan. Maar dat is niet hoe het werkt. Die moet je echt wel vaker opnieuw doen. Daar wordt het eindresultaat alleen maar beter van. Dus dat wil ik in ieder geval nog meegeven. En wat ik al zei, ze zijn heel simpel. Maar als je hier aandacht voor hebt, dan gaat er al een hoop goed. Dus dat brengt mij aan het einde van mijn verhaal. Nou, kies voor authenticiteit in strategie. Ik ga toch nog even een klein pleidooi geven. Want authenticiteit wordt steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Dat gaat wat mij betreft heel erg over laten zien wie je bent. Maar ook vooral waar je voor staat. Dus ook als bedrijf waar je voor staat. En dat betekent niet dat ik nu zeg, ga op stellensprong de meest diepgaande videocontent ooit maken. Nee, het betekent dat je mag gaan nadenken over hoe je met video van nog grotere betekenis kan zijn voor je interne doelgroep. Dus dat je mag gaan nadenken over hoe gaan we dit inzetten op een manier die bij ons past. Die bij het bedrijf past. En durven we het daarin ook anders te doen. In plaats van alleen maar achter de hype aan te rennen. Of wil je juist wel lekker achter de hype aanrennen. Simpelweg omdat het bij je past. Maar denk daarover na. En experimenteer er ook mee. Want vergeet niet, op video zie je alles. En dat geldt helaas ook voor zenuwen. Dat geldt voor ongemak. Maar dat geldt gelukkig ook voor oprechtheid en authenticiteit. Dus maak daar ook vooral gebruik van. Nou, heb je nog vragen? Die komen dus zo meteen aan bod als je ze in de chat gegooid hebt. Maar heb je nou vragen? Want dit was natuurlijk best nog wel een verhaal om 9:30 op de dinsdagavond. Waarvan je denkt, nou, die wil ik graag 1-op-1 aan je stellen. Of kan wel wat hulp gebruiken qua meedenken. Kan je ook na de sessie natuurlijk gewoon contact met me opnemen. Nou ja, dat eigenlijk. Top, dankjewel. Gaan we weer naar Bram, denk ik. Ja, en ik schakel gelijk door naar Freek, want die heeft twee mooie vragen in de chat gegooid. Freek, lees je jezelf voor? Of? Ja, dat is goed. Nou ja, terwijl jij praat, ik denk dat jouw laatste tip, en ik heb ze ingetikt voordat je helemaal bij je laatste tip uitkwam, maar ik heb denk ik iets minder ervaring dan jij, maar wel een paar shoots gedaan met leidinggevende, maar ook met gewone collega's. En ik begin even bij vraag 2. Ik merk dat het vaak echt hard werken is voor jou als regisseur, als begeleider, dat je echt moet proberen mensen achter de camera een beetje los te krijgen. Het is leuk en er moet een beetje energie en je moet een beetje vanuit de heupen. En heb jij daar nog speciale tips voor? Want ik merk dat ik de hele dag dan een beetje probeer energie erin te stoppen en een beetje vrolijkheid in zo'n opname te stoppen. Zelfs als het een serieus onderwerp is. Maar joh,
kom een beetje los. Heb jij nou speciale tips voor dansjes die je doet? Nou, ik doe geen dansjes. Ik vind het wel een hele leuke vraag. Ik kan je één ding, moet ik je wel zeggen. Het kost ook veel energie. Maar goed, dat zal iedereen herkennen die met video werkt. Dat zal Cas ook herkennen als het ook een gewone draaidag is, zeg maar. Het kost altijd veel energie. Maar als je iemand voor de camera hebt staan die los moet komen, ja, dan moet je daar extra veel van jezelf eigenlijk in stoppen om het daaruit te krijgen. Yeah. En eigenlijk, wat je nodig hebt, is vooral ook een beetje mensenkennis, als in aanvoelen wat de situatie nodig heeft. Want het kan, soms heeft het te maken met de persoon zelf, hè, die heel erg in zijn hoofd zit en misschien bang is dat het niet goed gaat. Of gewoon denkt van ik moet het perfect doen. En dan is het gewoon fijn als je af en toe gewoon, je mag er dan ook best wel, ik noem het even lomp, maar natuurlijk respectvol lomp, gewoon even inhakken. Want dan moet je iemand gewoon verrassen, zodat ze even eruit snappen. Maar het kan ook zo zijn dat het gewoon komt door, vooral als je op een locatie bent die niet een afgebakende studio is, dat de omgeving onrustig is. Of misschien staat er wel niet alleen een regisseur mee te kijken, maar staat er ook een collega mee te kijken met wie ze ook meerdere andere meetings hebben. En dan krijg je toch een beetje de peer pressure, zeg maar. Van. Dus zorg ook gewoon dat alleen de mensen die nodig zijn aanwezig zijn bij zo'n shoot. Ja. En verder is het ook heel erg, ook aan jou dan als regisseur, om ook jezelf te zijn. Want ja, heel eerlijk, je hebt ook een beetje het gewicht van de dag van de opname op je schouders liggen. Maar dat betekent ook dat je in staat bent om de sfeer een beetje te kantelen, zeg maar. Mm-hmm. Dus je voelt, als je al regisseur bent, dan geef ik je genoeg credits dat je als mens ook wel redelijk empathisch bent. En aanvoelt van, wat is er nodig? Ja. Betekent ook dat je denkt van misschien werkt het beter om de volgorde nu aan te passen of om even een glas water te brengen of om even wat anders te gaan doen. Dus ik heb niet één tip die daar heel goed voor werkt, maar ik herken wel heel erg wat je herkent de struggle. En andere vraag heeft wel een beetje mee te maken. Ik denk authenticiteit is inderdaad ook, dat over green screen, dat moet allemaal gelikt zijn, maar terwijl eigenlijk juist we zijn allemaal meer op zoek naar mensen die even iets authentieks vertellen terwijl ze een camera omhoog houden in Landscape en dat met de wereld delen. Maar dat vinden mensen wel spannend. Ik denk vooral executives, zoals je ze noemt, die zijn bang dat ze dan niet professioneel overkomen. Heb jij dan argumenten in je zak zitten waarvan je zegt, ja, maar Jeff Bezos doet het ook? Nou, dat vind ik een hele. Daar ga ik gelijk op aan. Dat laatste zou ik nooit zeggen, want dat vind ik echt het tegenovergestelde van authenticiteit. Ja, nee, ik noem het je eerst naar het binnenschoot, maar dat is waarschijnlijk niet zo. Maar misschien mensen van Google wel. Maar dat moeten de mensen van Google weten. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat het past bij het bedrijf waar jij werkt. En wat heel belangrijk is daarin, is, kijk, je kan alles voorstellen. Natuurlijk kan je aan een executive vragen van, kan je zelf een selfie video opnemen of kan je een grapje maken of wat dan ook. Maar het is vooral belangrijk dat dat niet een soort van het enige is wat je doet. Kijk, als je normaal gesproken super corporate communiceert en je gaat ineens een TikTok-achtig filmpje online zetten, dan doet dat eerder afbreuk aan de geloofwaardigheid dan dat je denkt. Want je moet ook snappen waar in de communicatie dit past. Dus of het zit in een soort van interne campagne, of het zit in een soort poging tot menselijkheid, hè, om het zo maar te zeggen. Maar dan moet dat wel ook passen bij de mensen. Ben ik met je eens, maar ik vind wel over het algemeen, maar dat is ook weer NS1, over het algemeen moet je mensen eerder overtuigen van, het hoeft niet zo stijf, dan dat je tegen mensen zegt, het mag best wel wat professioneel. Ja, maar dat vind ik echt een kwestie ook van, noem dat dan ook maar regie, van begeleiding, want daarin mag je dus, iemand kan wel, ik heb mijn telefoon hier liggen, je kan wel dit doen, maar daar kan jij natuurlijk ook gewoon naast staan. Dus maak even een opmerking, maak het even luchtig, zorg even dat iemand zoals zichzelf zich voelt. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dat je ook denkt van, kijk, als iemand gewoon achter zijn laptop zit en jij komt binnen en die persoon heeft net 6 meetings gehad en jij zegt, maak even een leuk filmpje. Ja, dan snap jij ook wel dat resultaat waarschijnlijk niet heel authentiek zal zijn. Terwijl als je even de tijd neemt van, kom, we gaan even een bakje koffie halen of weet ik veel, dat je even refereert naar iets en je haalt even iemand uit zijn omgeving, zeg maar, en je vraagt het dan nog een keer, dan is het resultaat weer heel anders. Ja, top. Dankjewel. Is dat, kan je daar iets mee? Het is niet één. Het zit voor mij ook een beetje in hoe overtuigd is van het kan best, het mag best. Je hoeft niet, ook als jij een hele belangrijke persoon bent, dan kun je het best.
Ik vind daarin, dat kan ik hem nog vanuit een andere invalshoek beantwoorden. Vind ik ook, heeft dat heel erg te maken met gaan staan voor waar jij zelf als communicatieprofessional in gelooft. Want het is heel makkelijk om je te laten wegsturen of dismissen door een executive die ergens anders mee bezig is en denkt, ja, ik heb gewoon geen zin in dit soort onzin. Maar dat is vaak juist de drempel aan hun kant. Waar ze overheen moeten, want ze moeten ineens een andere kant van zichzelf laten zien. Dus ja, dan kan je daar wel gaan, en ik zeg niet dat jij dat doet of dat iemand hier dat doet. Nee, dat betekent dat je dus goed moet kunnen beargumenteren waarom het onderdeel is van de communicatiestrategie. Op dat moment ook vooral niet, ook al krijg je commentaar, ja, laat het er maar zijn, maar je gaat het wel doen. Ja, oké. Eens. Nou, ik geef me een hele mooie om over te geven aan Cas, want die stelt een vervolgvraag en die komt dan een beetje. Die breidt daar verder. Dat is geen goed woord, maar. Nou, ik vind het een leuk onderwerp, want ik heb natuurlijk mijn verhalen daar vooral op marketingmiddel gericht. Terwijl dat video ook zeker als intern middel, als communicatiemiddel, echt veel kan losmaken. En ik heb in tijden van corona voor een ziekenhuis hadden wij wekelijks en in de piektijd zelfs dagelijks een video-update met de raad van bestuur en de rest van de organisatie geproduceerd om heel de organisatie van een paar duizend man mee te krijgen. Inclusief een risico dat dit met de buitenwereld gedeeld werd. Alleen een ding in het chatje stuurde ik het als op sturen is op imperfectie. Want ik ben namelijk van mening dat imperfecties erg bij kunnen dragen aan een stukje authenticiteit. Interne productie hoeven niet altijd zo gelikt te zijn. Ik denk juist hoe gelikter, hoe negatiever dat kan werken op je authenticiteit. Dus wij, ja, kijk, foutheden dat, en onjuistheden, dat zat er natuurlijk, dat kan niet. Maar imperfectie, of hetzelfde bij live productie, dat mag ook fout gaan, als je dat maar goed oplost. Ik ben juist van mening dat het heel erg bijdraagt aan authenticiteit. Maar kun jij daar naar kijken? Daar was ik wel benieuwd naar. Ja, omdat je toch natuurlijk een stukje regie, maar soms moet je regie ook loslaten om de mensen zelf te laten zijn. Ja, ik vind het echt een superleuke vraag. Want dat is, het kan allebei. Maar het heeft ook, wederom kom ik ook weer met zo'n bleu antwoord, maar het heeft heel erg te maken met het doel wat je voor ogen hebt. Ja, ik ben zelf iemand, daarom ben ik ook zo fel op de greenscreens. Het hoeft niet zo gelikt te zijn. In de zin van, ben je een, kijk, als je een bepaalde verandering van bedrijfsstrategie aankondigt, ik noem maar wat, of het heeft echt een verhaal nodig, nou, dan vind ik er best wel wat voor te zeggen dat je gewoon zorgt voor een fatsoenlijke studio setup waar iemand gewoon kan gaan zitten of staan en zijn verhaal doet. Maar als het gaat over een bepaalde, ja, noem het cultuurswitch die je maakt of een bepaalde campagne daarvoor, ja, ik ben vooral heel pragmatisch als het gaat om video, hoe het eruit moet zien. Want dan kan het inderdaad prima zijn. Het kan ook gewoon met je telefoon opgenomen zijn. En ja, je mag fouten maken. En ja, je hoeft niet een super soepel verhaal of gladde sales pitch te hebben. Nee, ik ben het helemaal met jou eens daarin. Hoeft het helemaal niet perfect te zijn. Want dan is het weer, zeg maar, wat mij betreft is Forum echt wel ondergeschikt aan de boodschap die je probeert over te brengen. En in zo'n voorbeeld als wat jij noemt van het ziekenhuis. Ja, dan wil je juist inderdaad laten zien hoe het echt is. Ja, dan ga je niet in een afgebakende studio zitten om een super glad verhaal te vertellen. Nee, dan maak je gewoon de soort van ruwe beelden die je gaat gebruiken. Dus het hangt dus weer heel erg af van het doel. Maar voor mij, ja, wat mij betreft kan het zeker allebei. Helder. Oké, gezien de tijdstip denk ik dat het ook een mooi moment is om af te ronden. Mandy, onwijs bedankt voor je verhaal. En voor je toelichting. Ik denk dat we twee goede voorbeelden hebben gezien van hoe je met zakelijke videocontent om kunt gaan. Ik denk dat we ook gemerkt hebben, goh, er komt eigenlijk best wel veel bij kijken. En misschien hebben we wel lang niet alles kunnen afdekken deze uitzending. Om het maar even in tv-termen te houden. Dus misschien dat er wel weer een volgende editie hier komt waarin we nog eens teruggrijpen op dit onderwerp, maar dan vanuit een andere hoek belicht. Voor nu, dank aan de sprekers natuurlijk, Cas, Mandy, jullie bijdrage, hartstikke fijn. Iedereen die er is, dank voor jullie bijdrage en aandacht. En tot een volgende keer, dus schrijf vast met potlood in je digitale agenda 10 december. Dan hopen we de weerste te zijn en we houden je op de hoogte via de gebruikelijke kanalen. En voor nu, een hele prettige tweede helft van Bosnië-Herzegovina tegen Nederland.
Van Hongarije tegen Duitsland. Misschien nog wel een aflevering van The Diplomat. Is echt een aanrader trouwens, Cas. Heel goed gezien. En anders, doe wat je doet op zo'n avond als op deze dinsdag. Maak er iets moois van. En tot snel. Hoi, hoi. Dankjewel. Doei. Dankjewel. Doei, doei. Vanavond. Bedankt. Doeg.